Het vonnis in het 8 december strafproces wordt ten uitvoer gebracht. Dit bevestigt het Openbaar Ministerie OM in een schrijven. De verdachten Daisy Boutersen, Benny Brondenstein, Ernst Geffrey, Stefanus Dindu en Iwan Dijkstil moeten zich op 12 januari 2024 aanmelden bij een strafinrichting die hun is toegewezen in een schrijven. De mannen hebben deze week oproepen aan huis ontvangen. De huisgenote van de veroordeelde Boutersen heeft tot 2 maal toegeweigerd de last in ontvangst te nemen. Deze last zal volgens de wet aan hem worden uitgereikt, meldt het OM. Boutersen is op 20 december in hoger beroep gevonnist tot 20 jaar celstraf, terwijl de medeverdachten 15 jaar opgelegd kregen. Een verzoek van een batterij aan advocaten om de ten uitvoerlegging te schorsen is deze week afgewezen.